Yo gasten, Viva Bouwens hier. Welkom bij een nieuwe aflevering van Bros naar de Top, aflevering 2. Ik heb er zin in, jij ook? Zeker, altijd. Ja, nu gaan we hopelijk wel even winnen, want dat ging vorige aflevering niet al te best. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Ah, we hebben twee kansen, hè? Dus kan prima. Ik heb alleen één probleem, ik heb een beetje last van mijn pols. Zoals jullie weten, een jaar geleden hebben we een keer voetbalchallenge gedaan, Joran. Ja, oké, dan krijgen jullie nu nog wel even te zien. This is Sparta! Maar ik heb laatst had ik ergens tegen aangedrukt, nu heb ik er nog alweer last van. Dat is een beetje kut. Dus hopelijk merk ik er niet te veel van, maar we gaan het zien. Maar ik ben sowieso niet heel goed, dus dat maakt ja, inderdaad, smoesje. Wil jij graag FIFA coins? Ga dan naar fifacoinsmarkt.nl en gebruik de code BOUWENS voor ook nog eens een lekkere korting. Maar we pakken het rad er weer bij, want vorige aflevering had ik gezegd dat we bij de elke 2000 likes één keer aan het rad mogen draaien. En vorige aflevering had 7800 likes. Dus we mogen nu 3 keer aan het rad draaien, maar nog 200 likes erbij en we mochten 4 keer. Het zou wel heel nice zijn als we nu wel echt de 8000 likes weten te halen. Gaat denk ik wel heel lastig worden. Ik heb er eigenlijk geen idee of het gaat lukken. Maar het zou nice zijn. We mogen nu dus 3 keer aan het rad draaien. Timon, jij mag als eerste aan het rad draaien. Let's go! Kom op. We mogen een speler toevoegen. Oké. Yes, een bronzen speler. Oké, dat gaan we zo doen. Moeten we even onthouden. Draai nog maar een keer aan het rad. Want we mogen natuurlijk 3 keer draaien. Kom op. En wat krijgen we nu? Oh, nice. 1 pack plus 1 speler. Dus we mogen nu al 2 spelers toevoegen. En zo meteen een brons pakketje openen. Gaat lekker. Alleen moet je eigenlijk nog wat puntjes hebben. Maar... ja, of iets anders. Oké, okay, let's go. Een challenge. Een challenge ook nog. Oké, dus we mogen 2 spelers toevoegen. Een pack openen. En we hebben nog een challenge. En die bepalen jullie natuurlijk. We gaan zo even in de reactie kijken van de vorige video. Maar laten we eerst met 2 spelers toevoegen en een pakketje openen. Want we willen natuurlijk wat teamgeest hebben in ons team. En op dit moment is ons team echt fuck. Ja, oké, okay, gewoon echt ziek slecht. We hadden trouwens vorige keer heel veel vragen toch over welke competitie we gaan doen. Misschien is het leuk dat jullie dat gaan bepalen en dat jullie ook mee gaan denken. Maar op dit moment hebben we best veel Duitsers. Zie je, ja. We hebben 3 Duitsers. Dus ik denk dat het nu slim is om even 2 Duitsers toe te voegen in ons team. Ze spelen in de Duitse Liga 2. Dus dan gaan we 2 Duitsers toevoegen van de Bundesliga 2. Nou, ik vind dit wel een prima Duitse. Neudecker of zo, geen idee. Ja. Neudecker. Neudecker, spreek je het zo uit? Ja, ik denk het wel. Kijk, dat is wel handig dat Timon niet bij zit. Ik kan geen naam uitspreken. Timon sowieso beter. En we gaan nu nog even een Duitse spits toevoegen. Het zijn wel prima spelertjes trouwens hoor. Ja, het zijn echt toppers hè. Ja, we kopen deze kerel wel. Die heeft in ieder geval 79 pace. Voor de rest is hij natuurlijk nergens goed in, maar dan is hij in ieder geval nog een beetje snel. En dat is natuurlijk wel fijn om te hebben. Dan hebben we nu dus 2 spelers toegevoegd. We gaan even kijken hoe ons team er nu uitziet. Al veel beter teamgeest, dus dat is mooi. Kijk, allemaal mooie groene linkjes. Dus dat is perfect. Maar we mogen nu nog 1 400 coins pakket openen. En de spelers die wij daar uitkrijgen, zouden we eventueel in ons team mogen stappen. Timon, jij mag hem openen. Ik laat de eer aan jou. Lekker pack, Lucky. Ja, jongen. Het zou wat zijn als je nu een Team of the Season pack. Want er zijn momenteel packs. Maar nee, helaas. Oh, ja. Moeten we eigenlijk een Duitser tussen zitten? Ja, als er een Duitser tussen zit, kunnen we hem sowieso gebruiken. Maar zit hij ertussen? Nee. Maar misschien dat we die Engelse kerels ook wel kunnen gebruiken. Oké, okay, nee, we hebben niet heel veel aan die Engelse spelers. Maar dan gaan we nu op zoek naar een challenge. Er was wel 1 challenge van vorige aflevering die wel heel veel likes had gehad. En dat was deze challenge. Namelijk dat we een draft moeten gaan spelen. En als we een 188 draft of hoger halen, dan mogen we 3 packs openen. Dus dat vind ik best wel een goeie. En ik hoop dat we dat halen, want we kunnen nog meer packs openen. En misschien dat we dan wel spelers krijgen die we in ons team kunnen gebruiken. Dus we gaan nu samen een draft maken. Daarna gaan we denk ik nog wel 1 potje spelen. Niet 2, wat we normaal doen, maar anders wordt deze video echt veel te lang. En 3, 4, 2, 1. Ja, ik denk dat dit wel goed moet komen. Oké, okay, we mogen om zijn beurt kiezen. Ja, jij mag de eerste speler kiezen. Ik krijg gewoon Team of the Season de Bruyne. Ga ik dat doen? Ja. Ja, voor wie ga je? Gaan we gewoon meteen voor de Bruyne? Ah, hij is wel beast, hè? 95, holy shit. Oké, okay, ik ga voor rechtsbuiten dan. En holy shit! Messi! Ja, hij linkt niet met de Bruyne, maar ik ga er wel gewoon voor. Dan hebben we nu al 2 maximaal blauwe kaartjes hier. Ja, gewoon alleen maar blauwe kaartjes.
Come on. Oh shit, dit is wel een beetje balen. Ik zou voor Vardy gaan, want die komt dan nog wel uit de Premier League. En we hebben natuurlijk De Bruyne op centraal midden. Dus misschien dat we een soort van Premier League La Liga team kunnen gaan maken. En oh, dit is wel heel erg fucked up. hebben we in ieder geval iets? Oh, in ieder geval eentje uit de La Liga nog. Ja, maar ja, die gaan we waarschijnlijk uiteindelijk toch niet gebruiken. En dit is ook niet al te best. Ja, hij komt ook uit de Premier League. Ja, klopt. Dan gaan we wel voor hem. Ja, en dan hoop ik dat we op de een of andere manier zo meteen wat linkjes kunnen maken. En nou, 90 Pogba is op zich wel prima. Komt ook uit de Premier League. Deze gast kan wel. Ik denk dat je best voor die kerel kan gaan. Want die is ook uit Argentinië. Linkt ook weer met Messi. Ja. Dus dat is wel ideaal. Oké, okay, volgende speler. Ja, shit. Dit is wel balen. Geen eentje uit de Premier League. Dan ga ik voor Mathieu. En die zou eventueel zometeen nog met Pogba kunnen linken. Maar ga maar voor de volgende. We moeten nu echt wat teamgeest krijgen. Anders zijn we echt gefuckt zometeen. Er zijn er zoveel goede spelers er weer bijgekomen. Allemaal Premier League team op de season. Maar we krijgen bijna geen goede spelers. Ja, ik heb echt geen idee. En dan ja, heeft die in ieder geval een linkje. En dat is ook wel belangrijk. Maar dan moeten we nu nog eigenlijk Premier League spelers krijgen. En die krijgen we ook eindelijk. Ik ga voor Sakko. Middelste. Ja, maar het voordeel van Sakko is dat die link met Mathieu. Kijk, en dan doe ik deze. En dan wissel ik deze twee op. En kijk, de link is er allemaal nog best wel goed. Dus daarom ga ik voor hem in plaats van al de wereld. Die was wel beter geweest. Oké, maar ga maar voor de keeper. Kom op, hopelijk krijg je een keeper die een beetje goed linkt. We moeten even kijken. Deze linkt op zich wel redelijk. Ter Stegen linkt ook wel redelijk. Ter Stegen linkt het best, of niet? Ja, zullen we voor Ter Stegen gaan? Ja. Oké, we gaan voor Ter Stegen. Dan hebben we momenteel 86 beoordeling, 81 team. Geeft toch niet al te best. Dan gaan we nu gewoon door naar reserves en daarna naar de rest van de bank. En Hazard is zeker chill en die komt ook wel van pas. Links buiten neer en dan hebben we nu al bijna 100 teamgeest. Oké, nice. Gaan we 86 rating al. Ja, inderdaad. Ja. Dus we moeten nog 2 ratings omhoog, 4 teamgeest erbij en we kunnen het gewoon halen. Ik zou nu gewoon voor rating gaan. Inderdaad. Congolo, zieke kaart, man. Ja, zieke kaart voor Congolo, maar daar gaan we natuurlijk niet voor. We gaan voor deze kerel. En wie krijgen we nu? Willian. Ja, inderdaad. Die kunnen we misschien nog gebruiken ook. Want als we die in plaats van Messi neerzetten. Hebben we 100 teamgeest. Oh, dan hebben we nu al een 188 graf. Maar, dat was een moeilijk. Ja, maar je weet natuurlijk nooit. Zometeen hebben we nog een hele bank te gaan. Het kan nog best wel zijn dat het zometeen qua beoordeling omlaag gaat. Ja, dan kunnen net zo goed nu alleen maar voor rating gaan, toch? Ja, klopt. Maar 78 is natuurlijk veel te laag. Ja, en meestal als je hele goede spelers krijgt, krijg je aan het eind helemaal niks meer. Kijk, als we alleen maar van dit soort spelers krijgen, ja, dan Coutinho. Wordt het echt lastig. Ja, Coutinho is nog 86. Maar kies maar even. Jonas. Ja, dat is inderdaad een prima keuze. Ja, ik ga wel gewoon voor rating. Kijk, we hebben nu alweer 86 beoordeling. Dit gaat nog heel lastig worden, hoor. Dit is echt niet normaal. We hebben echt een paar spelers nodig. Kijk. Eindelijk. En ja, hij is wel veel minder hoog dan de spelers die we nu hebben. Dus we zien zo meteen wel. Het is in ieder geval weer een beetje goed qua rating voor op de bank. Ik wil wel even 3 packjes openen. Hoor. Ja, ik wil ook wel 3 packjes openen. Maar we kunnen zo meteen even kijken of we dit team nog beter kunnen maken. Maar tot nu toe is het niet echt geweldig. Oh, oh chill, laatste nog. 84 uiteindelijk nog. Laatste speler van deze draft. Laten nog Neuer krijgen. Oh, nice. Een legend. Een legend, dat is wel ideaal, want die linkt natuurlijk met iedereen. Waarom krijg ik dit? Dat wil ik niet. Ja, die zet ik dan daar neer. En dan zouden we eventueel nog wat dingen kunnen veranderen. A few moments later. Dan hebben we 187. Nu is zonder wisselen voor de Steven. Ja, inderdaad. We hebben het gehaald. Lekker man. Met Timon's tips uiteindelijk is het gelukt. Holy shit, het scheelde echt helemaal niks. Of hadden we het niet gehaald. Nice, oké. We mogen dus nu 3 pakje catches openen omdat we de challenge hebben gehaald. Jij mag. Oké, ik mag nu dit pakketje openen. Als we maar in ieder geval een paar Duitsers krijgen die we in ons team kunnen gebruiken. Oh, een zeldzame bronzen. Nice. Oh, met 80 pace. Ja, we hebben net een nieuwe spits gekocht. Dat is een beetje jammer. Maar. Ja, inderdaad. Is een beetje jammer, maar alsnog is hij wel nice. Ik denk dat we hem wel kunnen gebruiken. Ja, want normaal mogen we geen zeldzame bronzen in ons team toevoegen. Maar als we er een packen, mogen we het wel in ons team toevoegen, zeg maar. Zeldzaam. Dat zou mooi zijn. Nou, helaas niet. Oh, dit is de beste speler 56. Ja, what the fuck man. Nou, en dit wordt het laatste pakketje die we hebben verdiend met onze 188 verdraaf. En nee, ook niet altijd. Oh, dat trouwens. Engelse speler. Engelse speler. Ja. Dan maken we een soort van Engelse-Duitse hybrid. Dus dat is op zich wel prima. Eigenlijk moet die special card er ook in, hè?
Als we hem nu toch hebben. Ja, inderdaad. Eigenlijk moet onze special card er ook in. Misschien kunnen we die rechts voor neerzetten. Oh, chill. Ja, die linkt dan met die centraal midden. Maar kunnen we ons teamgeest nu nog omhoog krijgen? Nee, dit is ongeveer het maximale. Dan ziet dit er al een stuk beter uit. Wat lekker rating, man. 60. Ja, 60 rating. 77 teamgeest. Maar ja, als je kijkt naar ons team hoe die eerst was, dan is dit echt een behoorlijke vooruitgang. Maar we gaan nu één potje spelen. En als we goed spelen, mogen we nog vaker aan de draad draaien. En misschien mogen we dan nog. En het allemaal liken natuurlijk, want dan mogen we nog meer. Ja, inderdaad. 8000 zou heel chill zijn. Ja, dan mogen we zelfs 4 keer draaien. Ja, ja. En trouwens, mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan natuurlijk even. Dan kan je hieronder op het abonneerknopje drukken. En ben je al wel geabonneerd, dan doe dan even notificaties aan. Dan blijf je op de hoogte als er een video online komt. Dan zie je meteen, bing, krijg je een berichtje en dan is de video online. Maar ja, nu gaan we echt een potje spelen. Het team van ons tegenstander is... ook gewoon heel slecht. Hij heeft 100 teamgeest. Ja, inderdaad. Hij heeft 2 teamgeest en 2 beoordeling meer. Niet te vergeten. Ik ben blauw en Timon is rood. Dan weten jullie dat ook. Bam! Rennen, jongen. Ah, shit. Dat vond ik niet. Maar steken! Ah, ja! In de verre hoek! Oh, man. Ah, shit! Goed zo. Ik weet trouwens niet eens welke benen ze goed in zijn, onze spelers. Oh, daar moet ik eigenlijk zo even naar kijken, want misschien was hij wel stijf links. Maar hier, volgende kant. Ja, nu ben jij door. En... wat? Oh, wat fuck. 2 ziek grote kansen. Maar het zijn natuurlijk grote spelers met het zo geen... Oké, dan staan we in ieder geval kiet, want we hebben allebei 1 grote kans gemist. Nou, het is rust. Wat? Oké, ik had wel het idee dat er iets meer kansen waren als dit. We hebben gewoon nog geen 1 keer op doorgeschoten, allemaal. Oké. Okay. Ja, wij hebben alleen maar allebei 1 keer geschoten. Ja, en die was, ja, waren allebei mensen. Ja, inderdaad. En ons tegenstander heeft nog minder kans gehad. Op naar de tweede helft. Hopelijk kunnen we nu wel gewoon scoren. Oké, hier rennen Timon. Oh, daar wou ik niet eens heen. Maar helemaal prima. Eerste schot op goal. Na 2 minuten na de goal. Ja, goed voor de statistieken. Ja, goed voor de statistieken. Maar we hebben nog een corner. En kunnen we hieruit scoren? Nee, de keeper heeft hem. Maar krijgen we nog een rebound? Nee, helaas. Nee, nee. Ah, shit, dan komen we nog achter ook nog. Dan moeten we 2 keer scoren. Nou, als we 1 keer scoren, komt het dan gelijk en verdienen. Ja, ja, sowieso 1 keertje, maar inderdaad liefst 2 keer. Oké, we gaan even aanvallend spelen. Misschien kunnen we zo meteen nog beter even wat witjes doen, maar dat doen we zo. Ik ga eerst deze actie doen. Oh, bam! 1-1! Eindelijk! Oké, het heeft even geduurd, maar eerste goal van deze serie. Dus het heeft ons best wel, joh. Ja, even nog die de tweede goal maken. Of nee, toch niet? Kom op, nee, 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 nee. Laat het niet waar zijn. What the fuck? Net gescoord, man. Ja, net gescoord. En de eerste tegenaanval scoort hij weer. Holy shit, check onze spelers dan. Ze hebben helemaal niks meer qua conditie. Gewoon helemaal kapot. Goed zo, keeper. Kom op. Misschien kunnen wij nog 1 aanval creëren. Ja, niet op deze manier. Ja, het is afgelopen. Man! We waren wel... verloren. Ja, we hebben verloren. We waren op zich nog best wel dichtbij een gelijkspel. Maar we hebben in ieder geval de eerste spinpunten verdiend van deze aflevering. Alleen mogen we nu niet een keer aan het rad draaien. Want 1 keer scoren is half spinpunt. Ja, jullie krijgen nu wel even een tabel te zien. Mochten we nog een keer hadden gescoord, dan kregen we in totaal 1 punt. Omdat we 2 keer hebben gescoord en gelijkspel is ook 1 spinpunt. Maar dat is helaas niet gebeurd. Dus we hebben momenteel een halve spinpunt en we mogen niet draaien. Jullie moeten dus gewoon allemaal even dat duimpje omhoog smashen. We moeten gewoon even naar level 2 komen of naar level 3. Dat we zelfs aan bronzen spelers mogen toevoegen. En zeg maar zilveren spelers. We hebben momenteel 3 punten van level 1. En om naar level 2 te komen hebben we 10 punten nodig. Dus er nog 7 punten te gaan. En ik denk dat dat over 1 of 2 afleveringen wel gaat lukken. Maar dan was dit in ieder geval voor aflevering 2 van Bros naar de top. Vonden jullie dit een leuk filmpje? Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog te smashen. En vergeet ook niet te abonneren. En mocht je zelf trouwens ook nog challenges hebben. Laat ze beneden achter in de reacties. En wie weet pikken we jouw challenge dan de volgende keer eruit. Als hij op challenge belandt. Maar ik had een beetje last van mijn pols. Dus oh ja, smoesjes. Volgende keer gaat het goed. En ik zie jullie later, bazen. Yo. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bows Army. Yeah!